Nou, het is een ravage in de camper. Een lekker ontbijtje gemaakt. Kijk eens wie we daar hebben. Dat zijn de volgers. Dat zijn de volgers. Ja, gezellig. Goedemorgen mensen. Goedemorgen deze morgen. Nou, het is een ravage in de camper, maar wat is nieuw? En dat heeft ook, ik ga niet iedere keer Fientje de schuld geven. Hé, Fien, kom eens kijken. Kijk eens die we daar hebben. Dat zijn de volgers. Ja, gezellig. Fientje is alweer wat langer wakker hoor. Die begon om 6 uur al te mekkeren dat ze eten wilde. Ik zeg, nee Fientje, nog even slapen. Nou, dat heb ik 2 keer volgehouden, maar om 6:30 ben ik er toch uitgegaan om mijn konijntje lekker eten te geven. En toen heb ik meteen de boiler even aangeprikt voor een lekkere warme douche. Dus ik kom echt onder de steamy douche vandaan. Vannacht overnacht tussen een heel klein Duits dorpje, geen officiële plek, maar tussen het voetbalveld en een kerk in. Er kwam nog een vrachtwagenchauffeur die zegt, joh, eigenlijk sta je op mijn plek, zou je willen verkassen? Tuurlijk, ik zet hem wel even opzij. Dus dat gedaan, nog een kletspraatje met een local, lekker eten gekookt. En gisteren je ziet hier misschien de kamer hangen, met de Starlink nog een video geëdit en geüpload. Dat kost de partij stroomje. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment te lui was. Ik ben op een gegeven moment gewoon lekker naar bed gegaan. Dus dan had ik die Starlink ook al uit kunnen zetten op het moment dat het klaar was. Dat heb ik dus niet gedaan. Maar kijk even wat dan in een nachtje kwijt raken, hè, mensen. Moet je zien. Het is gewoon... Ik ging slapen, of dus, ik zette hem neer met 100% na al dat gerei. Ik ben gewoon 40% kwijt. Ondertussen staat hij wel gewoon met 8 ampère te laden. Maar goed, hier zie je dan weer wat daarvan overblijft. Dus er gaat 1 ampère, 2 ampère gaan er nu in. En dat komt omdat ik mijn omvormer aan heb staan, mijn ventilator staat aan. Ondertussen staat mijn laptop toch nog gewoon aan de stroom. Maar goed, boeien. Want ik moet nog iets van 4.500 kilometer naar Nederland. 4.500 kilometer. Moet even kijken of ik dat ga doen hoor. Dus lekker rustig aan. Lekker onderweg stoppen met Fien. Ik vind 4.500 eigenlijk wel een beetje te dol. Maar goed, ik kan ondertussen wel even wat meer licht maken in de camper. Gisteren heb ik uitgebreid zitten klessenbessen in die camera over... campertjes kopen. Ik krijg heel vaak vragen van plannen dat en zus en zo. Wat zou jij doen? Nou, daar heb ik even een algemeen verhaaltje over gehouden wat je misschien helpt. Laat ik je zo even zien. En dan ga ik even de douche schoonmaken. Met dit ding trouwens, jongens. Die kennen jullie wel. Heel veel camperaars hebben dit ding. Een waterstofzuiger van Kärcher. Die gebruiken meeste mensen voor de vooruit als het wat kouder wordt, weet je, om de condens weg te halen. Ja, ik gebruik hem ook in de douche. Dat was trouwens een tip van een van mijn kijkers. Die zei, joh, ik gebruik dat en dat. Ik denk, die heb ik ook. Dus die heb ik maar eens tevoorschijn gehaald. En dat werkt echt als een dolle. Dat zal ik je wel even laten zien. En moet je eens kijken hoeveel water daar dan nog uitkomt. Zie je dat vloeistofniveau? Dus super tip van een van de kijkers. En nu voor jullie allemaal. Bizar hè? En meteen een droge douche. Ideaal. Hé, hey, Fientje. Hoi. Hallo. Ja, gezellig hè? Wow. Kom maar, Fien. Kom maar. 1, 2. Goed zo. Ja, gaan we lekker wandelen, hè? Kom maar. Thank you.
klaar voor vertrek. Dakraampjes dicht tegen de warmte. Ik heb zelfs een lekker ontbijtje gemaakt. We gaan rijden. En volgens mij is Fientje er ook wel klaar voor. Fien, toch? Even de waterbak nog even vullen. Nou, en dan kunnen we gaan. En ondertussen draai ik even dat videootje af wat ik gisteren voor jullie gemaakt heb in de wagen. Over welke camper moet je nou eigenlijk kiezen? Ik krijg trouwens best veel vragen, jongens, over campers. En dan van mensen die zeggen, joh, we hebben ook al plannen, maar wat adviseer jij nou? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk zo'n standaard documentje in mijn computer zitten. Want die vraag krijg ik dus echt heel veel. En die ik dan alleen maar een heel klein beetje hoef aan te passen. En die stuur ik dan eventjes door naar mensen. Maar ik kan wel even globaal uitleggen wat er dan in dat documentje staat. Want ik leg daarin uit dat er eigenlijk vier type campers zijn. En laten we dan beginnen met de kleinste, dat is de buscamper. Dan heb je de half integraal, de integraal waar ik in rij. En dan heb je nog de alcove camper. En eigenlijk komt er nog een categorie bij. Dat, ja, ik noem het maar de micro buscamper, dat zijn die kleinere. Dus zoals een Volkswagen California bijvoorbeeld. Dat zijn de wat kleinere modellen met een hefdak. En Tonken heeft die ook, op basis van de Mercedes EQV. Westfalia heeft zo'n ding op basis van die kleinere Mercedes, die Vito. En dat is eigenlijk de allerkleinste categorie. Die hebben geen toilet aan boord en dat zijn wagens die je prima kunt gebruiken voor dagelijks gebruik. Dus eigenlijk is dat een persoonauto, een reiswagen waar je ook in kunt slapen. Eén categorie groter, dat is dan de reguliere buscamper. En dan moet je denken aan de modellen van Puzzle, Globebus, Büsner heeft die wagens. Meestal zijn dat Fiat Ducato of Mercedes Sprinter en de Ford Transit. LMC heb ik laatst nog zo'n wagen gefilmd. Ja, die hebben dus een volwaardige keuken aan boord. Een compacte badkamer waar je ook nog eventjes een klein kattenwasje in kan doen. Een douchemogelijkheid. Maar goed, die buscampertjes hebben wel, die zijn multipurpose. Je kan er perfect mee gaan kamperen. Je kan er perfect mee stedentrips gaan doen. Je kan er perfect mee even naar de Hornbach of naar de IKEA om grote spullen te halen. Dus dat zijn de buscampers. Nou, de volgende categorie, en dat is eigenlijk nog steeds hè, de meest verkochte categorie in Nederland, en dat is de half integraal. En waarom heet die nou een half integraal? Nou, dan moet je eigenlijk kijken naar de integraal camper. En daarbij is het hele stuurhuis, zeg maar, de snuit van de wagen is geïntegreerd in het geheel. En bij een half integraal is dat maar voor de helft gebeurd. Dus daar zie je nog de neus van de Ford Transit of de neus van de Fiat Ducato of de neus van de Mercedes of van de Citroën of de Renault Trafic. Daar zie je nog net de snuit van en daarachter is er een huisje opgeplakt, zeg maar. Dus daarom heet dat half integraal. Het woongedeelte is voor de helft geïntegreerd met de voorkant. Dat is de meest verkochte. Nou, en die heb je ook in allerlei varianten, maar de meest verkochte is dan enkele bedden achter. Van die enkele bedden kan je een groot tweepersoonsbed maken. Wat verder naar voren heb je aan de ene kant het keukentje, aan de andere kant heb je de badkamer. Nog iets verder naar voren heb je het woongedeelte. Je draait twee cabinestoelen om en je kan daar lekker gaan zitten eten of kaarten of borrelen met 4 tot 5 personen. Die vijfde persoon die zit dan op zo'n bankje naast de entree, naast de deur. En heel veel mensen zeggen, ja, dat vijfde bankje, waar is dat nou voor? Nou, ik zou niet zonder meer willen. Maar goed, het is heel handig voor die vijfde persoon. Dat is één. Het is heel handig om even je schoenen aan en uit te doen als je naar buiten of naar binnen komt. Super handig. En het is super lekker om lekker lang uit te kunnen luieren als je op die bijrijdersstoel zit in de omgedraaide toestand. Dus lekker tv kijken of met een boekje als je niet buiten hoeft kan zitten. En dan heb je de integraal camper. Nou, dat is die wagen waar ik dus in rij. En daar is dus die snuit, de voorkant, geïntegreerd met de rest. Het voordeel daarvan is dat die dus even breed is. De cabine is even breed als de rest van de wagen. Bij mij is dat 2,30 meter. En hier is het ook 2,30 meter.
En ik heb dus ook een joekel van een vooruit. Terwijl als ik met het grote lijf in een half integraal zou zitten, dan kijk ik gauw tegen de bovenrand aan. Waardoor ik automatisch een beetje zo ga zitten met een, en dan ja, krijg ik daar rugklachten van. Nou heeft een integraal nogal een groot voordeel, want in tegenstelling tot de half integraal is bij de integraal camper die voorkant ook geïsoleerd. En dat is weer heel fijn als jij bijvoorbeeld het hele jaar door die camper gaat gebruiken. Nadelen heeft die integraal trouwens ook. Want een integraal camper is toch wel gauw €15.000 duurder dan een half integraal. Omdat er zit gewoon meer werk aan. En dan hebben we nog de alcove camper. En dat is een beetje een miskend talent. Alcove camper die herken je aan die bult op het dak. Hè? Als kinderen een camper tekenen, dan is dat meestal een alcove camper. En die bult op het dak, dat heet een alcove. En in die alcove, daar zit een bed in de breedte. En vaak hebben die alcove campers dan ook nog een keer een tweepersoonsbed achterin. En dan kan je ook nog van het woongedeelte een bed maken. Dus dan heb je zomaar 6 tot wel 7 slaapplekken aan boord. En vandaar dat soort wagens best wel populair zijn. In de verhuur. Dan kun je echt met grote en samengestelde gezinnen kun je daarmee op pad. Als je nou begint met camperen, ja, dan sta je meestal wel voor de keuze van wat is nou geschikt voor mij. Dat heeft heel erg te maken met je vakantiegedrag. Want als jij nou bijvoorbeeld zegt, ja, ik ga in de zomer vooral heel veel weekendjes weg. En daarnaast nog 2 weken eigenlijk altijd naar het zuiden. En vanaf oktober, eigenlijk september al, gaat hij de stalling in. Nou, dan ben je toch wel een beetje een mooi weerkampeerder. Dan leef je dus vooral buiten. Nou, en daar heb je dus niet, heb je eigenlijk niet zo'n grote camper nodig. Als je zegt, ik ga het hele jaar kamperen, dan is het wel lekker als je wat meer ruimte hebt. En dan zou zo'n half integraal misschien wat beter van pas komen. Of een integraal camper, want dat is dan ook weer die afweging, hè. Meer ruimte, betere isolatie, hogere prijs. Dat is een integraal camper. Ik heb er speciaal voor gekozen omdat ik zo'n grote fan ben. En ik vind het lekker om die ruimte om me heen te hebben. Met dat grote lijf van mij zit ik al heel gauw met mijn schouder tegen de ruit van zo'n half integrale aan. En nogmaals, ik moet onder die rand van de ruit doorkijken. Dus dat zijn eigenlijk de keuzes die je hebt. Kijk, met campers is het vaak zo, mensen willen graag een kleine wagen om mee te rijden en een grote wagen als die eenmaal op zijn plek staat. Nou, zo werkt dat dan niet. Dus het is altijd een compromis wat je sluit. Om dat compromis een beetje tegemoet te komen, hebben de meeste camperfabrikanten ook nog de compacte camper. En dat is een half integraal, waarbij het woongedeelte niet zo breed is. Dus daar zou je ook over na kunnen denken. Aan de andere kant is een bredere camper, nogmaals, ik zei het al, je went er heel snel aan. Dat zorgt wel voor meer leefruimte binnen. Dus dat is wel iets om over na te denken als je een camper koopt. Nog zo'n afweging is wat voor soort bed je wilt. De meest verkochte camper heeft een bedindeling met 2 enkele bedden aan de achterkant. En dan kan je in dat tussengedeelte kan je een lattenbodempje naar buiten trekken. En dan leg je daar nog een kussen tussen. En dan heb je in één keer een bed van, zeg maar even afgerond, 2 bij 2 meter. Vooral wat oudere kamperers die je vinden enkele bedden fijn omdat je een hele makkelijke instap hebt. Je hoeft niet over elkaar heen te klimmen. In deze wagen heb ik bijvoorbeeld een bed in de breedte. Dus als er iemand moet plassen, lees ik, want ik lig altijd tegen de achterkant, dan moet ik altijd over mijn partner heen klimmen. Dat is een nadeel. Wat je ook hebt met beddenindeling is het queensbed. En dan is daar staat er eigenlijk een soort van half vrijstaand bed tegen de achterkant van tegen de achterwand. En daar kan je dus omheen lopen, allebei. Dan hoef je elkaar ook niet wakker te maken als je een keer een sanitaire stop hebt s'nachts. Dus dat is de queensbed variant. En dan tenslotte heb je ook nog campers met een Frans bedindeling. En die Franse bedden die kennen we uit de caravans. Dat is een tweepersoonsbed in de lengterichting van de camper. Met zo'n afgeschuinde hoek. En die schuine hoek is ervoor dus dat je heel makkelijk de badkamer in kunt. Want die zit dan naast dat bed zit dan een badkamertje. Dus dat is de indeling met dat is de beddenvariant. Als je nou al een enthousiast kampeerder bent,
dan heb je waarschijnlijk al een beetje een idee van, ja, zo'n bed wil ik. Ben je nou nieuw in dit wereldje, dan is mijn advies eigenlijk altijd, huur eens een keer zo'n wagen. Het voordeel van huren is dus dat je een beetje kan proefdraaien. Dat je zegt van, nou weet je wat, we gaan dit jaar 3 keer huren zo'n ding, een lang weekend. Misschien wel een keer 2 weken om naar lekker op pad te gaan. En dan kan je verschillende indelingen uitproberen. Wat past nou het beste bij jou? Nou zijn er ook nog heel veel caravan kamperers die dromen van een camper. En dan wil ik wel gelijk even zeggen dat caravan of camperen, dat is echt wel een andere tak van sport. Nou, met een caravan ben je onderweg naar een soort basecamp, naar die ene camping. Of misschien doe je 2 campings aan, eentje in de bergen en eentje aan het strand. Dan zet je die caravan daar neer en vervolgens pak je de auto om uitstapjes te maken in de omgeving. Bijvoorbeeld naar musea of de fietsendrager achterop. En dan ga je daar eens fietsen of je gaat eens lekker naar een stadje toe. Dus je gebruikt die caravan eigenlijk meer als een soort basis van waaruit je excursies maakt tijdens je vakantie. Met een camper is dat niet zo. Heel veel caravan-kamperers die zien dan zo'n camperaar aankomen op de camping. Die zeggen, ja, dan hebben ze dat ding neergezet, eindelijk. En dan willen ze boodschappen gaan doen. Zijn ze de plek weer kwijt of ze moeten die hele plek weer barricaderen en de stoelen zo neerzetten dat er niemand anders op gaat staan. Ja, dan zijn dat vaak camperaars die nog een beetje bijscholing behoeven, zullen we maar zeggen. Want als jij met de camper op pad gaat, dan is dit je basecamp. En als je dan lekker gaat rijden, dan heb je voordat je ergens een camping of een camperplek bezoekt, heb je al lang ergens bij de Aldi of de Lidl bij een rotonde. Want in Duitsland heeft elke tweede of derde rotonde binnendoor. Daar staat dan een Lidl, een Aldi of zo'n Edeka supermarkt. Dan hebben die boodschappen al lang gedaan. Nou, dan kunnen we het ook nog gaan hebben over de prijzen, mensen. Een caravan, een gemiddelde caravan kost tegenwoordig 20.000, 22.000 euro. Een gemiddelde camper, nieuw, dat begint toch echt bij 75. Dus dat is nog stevig, dat is bijna factor 3. En die prijzen zijn natuurlijk behoorlijk omhoog geschoten de laatste 4, 5 jaar. Ook inflatie, onderdelen, arbeidskrachten zijn schaarser, dus je moet dikker betaald worden. Dus is nogal wat gebeurd de laatste tijd. Dus daardoor zijn ook de prijzen van caravans hoger. Als je nou zegt, ja, ik ben eigenlijk wel in voor een gebruikte camper. En ik heb een hartstikke leuke gezien voor, ik noem maar wat, hè, 26.000 euro. Dan is zo'n camper vaak 20 jaar oud of 18 jaar oud. En waar je dan rekening mee moet houden is bijvoorbeeld, dan is je koelkast is dus ook 18 jaar oud. En je verwarming is ook 18 jaar oud, die boiler ook. Dus alle spullen aan boord, alle techniek aan boord heeft diezelfde leeftijd. En ik weet niet of jullie ijskast thuis ook 18 jaar is. Maar als jij dus een wat oudere camper koopt, dan moet je wel rekening houden met dat soort onkosten. Je moet echt een reservepotje hebben. Dus niet met je laatste geld zo'n oud campertje kopen. Terwijl zo'n camper natuurlijk nog jaren mee kan. Hè? Want je ziet campers van 30 jaar oud die met goed onderhoud nog prima functioneren. Maar dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Je moet ook een beetje handig zijn. En ik adviseer dan altijd om een aankoopkeuring te doen. Zodat je gewoon weet wat je koopt, zeg maar. Ook als het gaat om schades, zijn die goed gerepareerd bijvoorbeeld? Of zijn de wanden hartstikke vochtig? Bijvoorbeeld bij de zijramen van zo'n camper, weet je, als die rubbers een beetje versleten zijn, dan kan daar regenwater in wateren. En die oudere campers die hebben nog houten frames. Ja, als dat langdurig heeft ingewaterd, zijn die frames verrot. Nou, daar word je niet blij van. Dus, en dat soort, dan is 26.000 euro voor een camper van 18 jaar oud nog heel veel geld. Als je dat soort dingen tegenkomt. Dus doe dan in ieder geval een aankoopkeuring. Nou, dat is een beetje wat ik zou kunnen vertellen over campers, geloof ik, mensen. Nou, de kosten. Reken voor verzekering. Als je hem al is verzekerd. Wat ik altijd zou aanraden bij een wat hogere, bij duurdere campers, bij nieuwere campers. Reken dan op 2000 euro, 1800 euro per jaar. De wegenbelasting is, je betaalt het kwart tarief. Zware wagen. Die je natuurlijk veel minder vaak gebruikt dan een normale auto. Het is eigenlijk altijd een diesel.
Dus gelukkig betaal je dan het kwart tarief en dat kan je ook nog per maand betalen. Ik betaal per kwartaal 3.500 euro voor deze wagen, maar dit is natuurlijk wel een dikzak. Dus verzekering, wegenbelasting. Nog een voordeel van campers ten opzichte van caravans trouwens. Met een caravan kampeer je eigenlijk altijd op campings. Nou, dat kan met een camper dus ook. Maar met een camper kun je ook op speciale camperplekken gaan staan. En vaak hebben jachthavens ook nog wel een paar camperplekjes. En als jij ergens lekker hebt gegeten aan het eind van de dag en bij een restaurantje waar een grote parkeerplaats is en je zegt bij het afrekenen zou ik hier mogen blijven slapen met mijn camper, dan heb je ook dikke kans dat wordt toegestaan. Dus je hebt met een camper ook meer mogelijkheden om te gaan slapen of om te overnachten bedoel ik. Dus dat is ook een afweging om wel voor een camper te kiezen en niet voor een caravan. Maar nogmaals, het moet echt bij je vakantiegedrag passen. Mijn ouders, nou, die zijn inmiddels hemelen, maar mijn pa die had ook heel graag een camper gewild. Maar zijn vakantiegedrag was, aanvankelijk was hij leraar en daarna nog iets in de politiek gedaan. Die zat 6 weken op een camping. En die draaide dan de pootjes van de caravan uit en dan bleef hij vervolgens 6 weken staan. Ja, dan word je echt doodongelukkig van een camper en dat is gewoon een onhandig ding. Ik reis graag rond. Voor mijn werk ben ik heel veel onderweg. En dan in de zomer vind ik het lekker om bijvoorbeeld 2,5 weken aan het Gardameer te staan. Nou, dan is zo'n camper als dit echt een onding. Want alle boodschappen moet je eigenlijk met je fietsje gaan doen of ik heb dan de mazzel dat er een motortje mee kan. Maar in principe ga je de boodschappen met de fiets doen. Want als dat eenmaal staat, ja, zeker zo'n groot lerp als ik heb, die pak je niet 1, 2, 3, zeg maar. Dus voor statische vakanties is de camper gewoon minder geschikt. Dus vandaar dat ik iedere keer hamer op, past het wel bij je vakantiegedrag. Nou jongens, tot zover de introductieles. De introductieles camper kopen, wat kies ik? Dus dat. En als je nou vragen hebt, reageer dan gewoon even in de comments hieronder. Misschien dat ik daar dan ook nog een antwoord op heb. Nou, voorlopig zijn we weer 60 kilometer opgeschoten. En dat schatje hier ligt gewoon weer lekker te snurken. Andiamo, we gaan weer verder. Wat een verhaal, hè? Nou jongens, als je daar nog opmerkingen over hebt, aanvullingen of vragen, hieronder in de comments. En nou, ik hoop dat je het een leuke en interessante vlog vond. Geef me nog even een duimpje, abonneer je op mijn YouTube kanaal en graag tot de volgende vlog op maandag, woensdag of vrijdag. Bedankt voor het kijken.